Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Het is me opgevallen dat er aardig wat abonnees en wat nieuwe volgers op Instagram bijgekomen zijn. En dat zal iets te maken hebben met de superleuke winactie die ik momenteel heb lopen. En daarom wil ik zeggen, hoi, ik ben Daphne van Costel Daphne en me kort voorstellen. Ik ben namelijk 3 jaar geleden vertrokken naar Spanje, geëmigreerd. En als je nou mijn persoonlijke verhaal daarover wilt lezen, dan verwijs ik je even naar de Highlight Storytime op mijn Instagram kanaal. Zeker als je nieuw bent, een aanrader, en ook als je al een hele tijd volgt, maar dat nog nooit gelezen hebt, tipje. Goed, ik heb iets bedacht voor deze video. Ik wil namelijk jullie een hele dag meenemen in mijn werkdag. Normaal vlog ik natuurlijk ook over mijn werk en laat ik jullie bits en pieces van mijn werkweek zien. En ik dacht, het is ook wel eens leuk om gewoon jullie een hele dag op sleeptouw te nemen. Dat is al wel een klein beetje mislukt. Want zoals wel vaker gebeurt, is de ochtend nogal hectisch. En heb ik heel veel op mijn telefoon gezeten en gebeld en een meeting gehad die onwijs uitliep. Maar goed, het is inmiddels. De hele ochtend is voorbij, maar ik heb echt nog genoeg leuks op de planning. Ik ga namelijk eerst hier op kantoor eventjes werken aan een dossier. Die ga ik daarna naar de Haco Kitchens brengen. Naar Johan, die kennen jullie inmiddels. Ik moet langs de bouw om te kijken hoe het er bij 2 villa's voor staat. Dus dat ga ik jullie ook laten zien. En ik moet nog even langs de Haco Meubels. Dus daar kunnen we een rondje doorheen lopen. En ik ga nog naar ons appartement in Alicante, waar de verbouwing in volle gang bezig is. Volgende week komen de tegels binnen en er moeten gewoon nog eventjes wat dingetjes besproken worden. Dus daar kunnen jullie nog eventjes mee koekeloeren. Ik zal misschien ook nog wel eventjes bij La Vuelta langs. Want het was me ook wel duidelijk dat er iets omtrent de winactie niet helemaal duidelijk was. Dus misschien als het lukt ga ik daar nog even snel langs. En ja, ik denk dus dat ik echt prima, ondanks dat ik de ochtend al mis, de hele vlog nog kan vullen met wat ik vandaag nog op de planning heb staan. Goed, mijn laptopje ligt er al, mijn mapje ligt er al. Ik ga eventjes aan de slag en ik spreek jullie zo weer. Oké, nou dit mapje is klaar om naar Johan te gaan. Er zit een mooie inhoudsopgave in. Vloerplannen van het huis. Legenda hier met plekken in het huis omcirkeld. En dan erbij geschreven welke meubels er op die plek in het huis gemaakt moeten worden. En dan daarna per meubel tekeningetjes en sfeerplaatjes voor bepaalde details. Indelingen van kasten en dan zie je bijvoorbeeld van dit soort hele lelijke tekeningen voorbij komen. Dat vind ik wel even grappig om te laten zien. En de reden dat ik dat niet gewoon even de tijd neem om dat netjes met potlood en een lineaal te doen, want dat kwam er lekker uit, dat ik niet de tijd neem om dat met de potlood en met de lineaal te doen en gewoon helemaal netjes en op schaal en zo, is omdat Johan of Maria van de Haco Kitchens en ja, het klinkt wat stom om Haco Kitchens te zeggen. Het is Haco Kitchens, maar ze doen dus ook kasten en badmeubels. Maar goed, die gaan toch de technische tekeningen maken, helemaal in een programma. Dus als ik hier heel veel tijd verlies aan helemaal netjes met de maten en dit, dat, zo. Ik doe gewoon krassen op een papier, zo, tjak, 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 tjak. Ik schrijf de belangrijke dingen erop. Dus ik schrijf bijvoorbeeld wel maten op en hoogtes van bepaalde dingen. Dus je ziet hier bijvoorbeeld ook staan dat een roede op een bepaalde hoogte moet komen. Of dat er een bepaalde, hoe noem je dat, afstand tussen bepaalde dingen moet zitten. Maar dan weten zij gewoon wat er in iedere module moet komen. En zij maken daar dan een technische tekening van. Dus dan we bladeren er even doorheen. Het is nog een redelijk dun mapje. Want hier moeten straks alle technische tekeningen ook bijkomen.
En alle ontwerpen van meerdere kanten om aan de klant te laten zien. Dus voor nu is dit het mapje met alle informatie die ik van de klant heb vergaard. Want ik heb dus een paar dagen geleden, 2 dagen geleden een gesprek gehad met de klant. Alles opgeschreven en gedaan. Dat heb ik nu uitgewerkt. En dan gaat deze map naar Johan toe. En dan kan Johan de echte tekeningen maken. Gaan die weer naar de klant? Kunnen die weer aangepast worden? En dan uiteindelijk worden daar technische tekeningen van gemaakt. En gaan die naar de bouw? Dus op naar Johan. Hallo Rumi. Ik heb cadeautjes. Wat een feest. Wat is het voor moois? Aan het werk moet je. Ja. Vrijdag. Kom je nu brengen op vrijdag. Serieus. Ja. Fijn weekend. Love you. Toodles. Oké. En door. Aangekomen op de bouw bij de Residential Luxury Apartment. En het is etenstijd, dus het is lekker stil. Dat is voor de opnames altijd top. Dit blijft uiteraard niet zo. Dit wordt straks heel mooi. Maar kijk eens even aan deze kant hoe leuk. De lichtweide. Dit wordt zo gezellig, joh, met die zwembaden. En ik vind dit zo leuk. Ik kan niet slaan. Oké. Okay. De 2 villa's, mijn helm zit scheef. The story of my life. De 2 villa's die we eventjes gaan bekijken, die zitten vooraan aan het complex. Eentje hier. Tadaan. Die is echt bijna klaar. Hier worden de keukens en de kasten en de dingen allemaal al geïnstalleerd. Volgende week is dit huis af, denk ik. Anders max over 2 weken. En dit is een villa waar ik op het moment heel hard aan het werk ben. Zo'n mooie map als die ik net aan Johan heb afgegeven. Die is voor dit huis ook lekker in de maak. Ik loop daar eventjes doorheen. Maar ik begin bij diegene die bijna af is. Je loopt hier naar beneden. En dan als je hier rechtdoor zou gaan, dan kom je bij het gemeenschappelijk binnencomplex. Ik kan wel even spieken. Daar zitten het binnenzwembad en de fitness en de sauna. Kijk, dit gat hier wordt straks het binnenzwembad. Dat helemaal de fitness area. En daarachter zitten dan nog sauna's en kleedkamers en dat soort dingen. Goed, dan komen we hier het terras op van deze villa. Met de patio. En die patio's die wij maken, die zorgen er dus voor dat de benedenverdieping ook helemaal van daglicht voorzien is. Ze hebben hier een supermooie plantenbak. Alleen ik geloof dat de helft van de planten nog missen. Maar goed, dat komt. Hier een mooie douche. Zwembad met zo'n prachtige muur. Hier komen lekker 2 lichtbedden in voor het zwembad. Het is natuurlijk allemaal nog hartstikke vies. Maar dat komt goed. En dan gaan we naar binnen. Er staat hier het eerste gedeelte van de keuken al. En het hout tekent wel heel erg op de camera. In het echt is dat iets minder heftig nerfje. Maar dit wordt straks een hele mooie keuken. Het is een gewaagd frontje. Maar ik vind hem heel erg mooi. En de klanten waren er helemaal verliefd op. En ik denk dat het eindresultaat straks super, super gaaf is. Want het zijn mensen die niet van felle kleuren in hun interieur houden. Dus verder wordt het allemaal redelijk strak. Goed. Badkamer. Master bedroom. Walk-in closet. Hier komt straks het badmeubel te hangen. Daarachter zit de douche. Leuk detail dat je dus hier zo de douche zeg maar ook in kan kijken. Kunnen we even dit laten zien. Ze hebben ook een leuk bankje. En een plekje om alle shampoo en zo op te ruimen.
Nou, dan zit er eigenlijk nog een benedenverdieping in. En dit zat daar aan bouwvakker, dus ik weet niet of jullie die beeldspleet zagen. Maar wat leuk is, alleen het staat nu niet aan, is dat deze trap... Er zit allemaal lichtverlichting bij ieder treetje. En mijn schoenen kraken nog een beetje, horen jullie dat? Die zijn nieuw. Nieuwigheid. Goed, hier zie je dat er al een glasplaat in zit. Die komt hier ook nog. En er komt een glazen deur. Zodat ze beneden en boven van elkaar kunnen scheiden, kunnen afsluiten. En dan eventueel beneden kunnen verhuren. Of voor de kinderen, dat die er gebruik van kunnen maken. Gewoon wel privacy hebben. Dus vandaar dat er ook in deze verdieping nog een keuken zit. En dan twee slaapkamers. De kasten die staan al deels. Dus dat zeg ik, volgende week is dit af. Misschien over 2 weken. Maar ik denk eigenlijk eind volgende week dat dit af is. Dus nou, zodra het hier af is en een beetje... Hoe gezellig is om te laten zien, komt dat vast in een andere video nog voorbij. Gaan we nu door naar de grote villa aan de overkant. Nog een mooie kast in de garage. En dan lopen we nu door naar de volgende. Oké, de tweede villa. Let op, want dit wordt een lange tour. Hierboven komt de garage. Dus ze komen aanrijden vanaf de weg, gaan ze hier parkeren. Gaan ze hier, dit gat hier, is een deur. Daar gaan ze doorheen, gaan ze met de trap naar beneden zo. Dan zit hier, komt een hele mooie wijnkast. Met allemaal open vakken, dichte vakken, leuk om af te stijlen, wijn ertussen. Dus dat, dan kom je hier. Oh, stop, wacht, niet te snel. Dus, deur, trap. Kom je aanlopen, zie je hier voor je een hele muur met van dat prachtige nateenstuur, wou ik zeggen, natuursteen. Waarschijnlijk met een aantal van die vakken erin, met neppe groene planten en misschien wat vakken die gewoon leeg zijn waar we een mooie vaas of deco in kunnen zetten. Nog niet helemaal duidelijk, met dat design zijn we bezig. Dan, aan de andere kant heb ik wel al een heel mooi ontwerp voor gemaakt. Die hele muur, daar komt een super grote televisie te hangen. Er komt een open haard in, er komt een meubel. Wordt gaaf. To be continued. Dat laat ik jullie nog even zien als het design helemaal af is. Dan hier ergens komt een hele chille bank. Lopen we door. Dan komt er hier een kast om je jas in op te hangen. Daarnaast zit de lift. En dan hier tegenover, helemaal tot daar waar die ladder staat, daar komen twee gastenslaapkamers. Dus als je bevriend bent met deze mensen, dan heb je mazzel. Want die krijgen echt hele mooie gastenslaapkamers. Dan kun je met de trap omhoog. Maar die trap die blijft niet zoals die nu is. Want die slaapkamers zijn er nog later bij gekomen. Die trap gaat straks hier terug de ruimte in. Hoe kan ik dat laten zien? Hij komt daar naar boven en nu gaat hij zo langs de deur, maar hij komt straks zo terug deze ruimte in. Dus dat is nog wel een klusje om dat te veranderen, maar daardoor wordt de kelder wel veel leuker en kunnen er nog twee extra slaapkamers hier in deze ruimte gebouwd worden. Oké, going up. Oeh, trouwens, in dit huis hebben we het idee om vanaf de vloer tot het plafond buizen te laten lopen. Ik denk niet dat... Ja, ik ga even kijken of ik een video heb, maar ik beloof niet. Dan, kom je hierboven. Dan is hier eigenlijk de voordeur. Dus als je niet met de auto binnenkomt, kom je hier je huis binnen. Jongens, jullie moeten maar wennen aan die schone huis... Scheve helm hoor, want het gebeurt gewoon de hele tijd. Van een andere manier. Scheef hoofd. Oké. Lift. Dan. Hier. Toilet. Komt hier straks een hele chille bank te staan. Hebben ze hier een terras. Hier zijn we nu met een design bezig om in de plaats van gewoon alleen maar een raam, een open haard ook te maken hier.
Dan gaan we nog een stukje van deze muur. Wacht even, is altijd lastig, spiegelbeeld. Vanaf daar waar de trap eindigt, tot andere kant even. Tot daar. Wacht, we lopen daarheen. Van hier waar de trap eindigt, tot hier gaat de muur dan op weg. Dan wordt dit stuk met een open haard en een raam. En dan krijgen we hier een deur waar we doorheen kunnen. Naar dit kleine terras. En op dit kleine terras, dat loopt tot daar, met dat grijze. Het is zo moeilijk, je arm daar. Op het plantenbak. En dit gaat een stuk naar beneden, want daar gaan we glas maken, zodat je nog het uitzicht hebt. Want kijk, het is misschien een beetje bewolkt vandaag, maar je hebt hier gewoon een hartstikke tof uitzicht. Hiervoor komen trappetjes. Hier begint straks het zwembad al. Dus je kan vanaf dit terras zo je zwembad in. Maar dat zwembad, dat loopt echt hier in de woonkamer tot aan de keuken. Het loopt eigenlijk gewoon bij de hele voorkant van dit huis. Dat is zo dik. Dan hier gaan we iets heel tofs doen. Hier komt de elektriciteitskast. En ook een beetje ruimte om nog een jas of zo op te hangen. Maar we gaan hier waarschijnlijk ook een heel leuk bankje maken. Zodat je lekker 's ochtends als je wakker wordt hier kan zitten. Een beetje koffie en drinken. Helemaal leuk. Voordat we dit huis opleveren wil ik dat een keer gedaan hebben. Dus ik zal even aan mijn klanten vragen of dat een optie is. Maar ik denk het wel. Goed, dan heb je dus nog steeds hier dat zwembad lopen. En dan hier aan de andere kant komt echt een prachtige keukenwand. Met hier een eiland en een tafel aan het eiland. En misschien kunnen jullie je die vlog nog wel herinneren. Die had iets in de titel van wat voor werk doe ik nou eigenlijk? Of wat houdt mijn werk nou eigenlijk in? Zoiets heette die vlog. En daarin vertelde ik dat er klanten kwamen. En dat ik voor de keuken vast wat samples bij elkaar had gezocht. Van kleuren en dingen. En dat ik tijdens die zoektocht voor die klanten eigenlijk ook voor onze loft in Alicante had gevonden wat ik voor de keuken wilde gebruiken. En uiteindelijk hebben zij bijna dezelfde dingen gekozen voor de keuken. Dus dat wordt wel geinig. Ik denk dat onze keuken eerder klaar is, want het appartement schiet al heel erg op. En hier moeten ze nog wel eventjes. Maar we krijgen dus een soort van semi dezelfde keuken. In ieder geval wel een beetje met dezelfde materialen. Dus dat is geinig. Dan hier, in het verlengde van die prachtige kastenwand en die keuken binnen, komt hier een buitenkeuken, waarschijnlijk met een green egg geïntegreerd. En dan denk je, huis is al wel groot genoeg en dat de vloer stopt hier. Maar als ze straks klaar zijn daar met de garage bouwen, dan loopt deze vloer nog helemaal door tot die muur daar. Dat wordt nog helemaal terras. Dan krijgen ze hier, oh jongens, krijgen we mijn arm. Dan krijgen ze hier, ik zei dus, zwembad loopt helemaal vanaf daar zo hier voorlangs. En dan in dit gedeelte, dus waar dat terras wat nog niet bestaat zit, daar komt een heel tof blok in het zwembad te liggen. En dat blok is eigenlijk nog een stuk terras. En ik denk dat we daar een soort van Balinees bed of leuk zitje of weet ik veel wat gaan doen. Dus dit wordt echt zo'n dik huis. En zo'n... Ik heb echt wel uren, maar dan ook echt uren gefacetimed met de eigenaresse van dit huis. De vrouw van het stel. En tot in den treuren hebben wij gepraat over details en tegeltjes. Maar dat is zo leuk, dat gaat zo goed samen. En het wordt al, wij hebben hem alle twee al wel helemaal in ons hoofd. Maar nu moeten we het nog overbrengen naar de mannen die het moeten maken. Goed, nog een verdieping naar boven. Zij hebben een dochter. Dit wordt haar slaapkamer. Daar komt een kast, een bed. En dan hier een prachtige ruime badkamer. Kun je nu lastig zien, want het is hier een beetje donker door alle stenen. Dan kom je... Dit is trouwens de schacht voor de lift. En dan kom je in hun master bedroom. En ik draai de camera even om. Oké, we gaan hier de deur door de master bedroom in. Dan krijgen we hier links meteen een ondiepe kast. Dat zien jullie nu nog niet. Daar komt het toilet. Die vanaf hier, vanaf deze kant ga je er dan in hoor. Je hoeft niet door dat gat te kruipen. Dan deze hele lange wand.
wordt een kastenwand. Hier komt het bed voor te staan. Met aan de achterkant nog een laag meubel. Dus deze muur gaat ook niet helemaal omhoog. Maar die wordt tot ongeveer hier. Eigenlijk tot de hoogte van het hoofdbord. Dan is dit de douche. En de badkamer. Dit wordt mega mooi. En dan heb je dus uitzicht hier. Zo je zwembad in. En dit uitzicht. En het is vandaag niet heel erg lekker weer. Eigenlijk de hele week al niet. Maar het is wel super dik. En dan hier ook nog terras. Hoe lekker. Dit wordt ook echt leuk. Oké. En dan is er nog een dakterras. Gaan we daar ook nog even kijken. Oké, nou hier ben ik net met gevaar voor eigen leven naar boven geklommen om jullie het dakterras te laten zien. Maar dan heb je ook wel wat, want kijk. Dit is echt prachtig. En wat wel leuk is, wat ze hier gaan doen, is normaal gesproken is dit een zwembad. Want wat je eigenlijk moet bedenken, is dat we daar de appartementen hebben. En dat maakt straks een boog helemaal deze kant op. En dan heb je eigenlijk een appartement beneden, die heeft een zwembad zo hier aan het einde van zijn tuin. En je hebt een bovenappartement, die hebben een dakterras. Dus dan zijn dit, dat zijn hun zwembaden. Dit huis heeft hetzelfde model, dus eigenlijk zou dit het zwembad zijn. Maar deze mensen hebben natuurlijk al een mega huge ass zwembad hier zo helemaal langs hun huis lopen. Dus, tikkeltje onzin om hier ook nog een zwembad te maken. Dus wat gaan we doen? We gaan hier een jacuzzi in maken. En dan kan je dus chillen met je blote billen in een bubbelbad met dit uitzicht. Nou, jullie horen het. Ik ben helemaal enthousiast over dit huis. Ik kan niet wachten tot het af is. Want we zijn ook qua design en qua materialen en kleuren en dingen hebben ze hier zoveel mooie dingen uitgezocht. Dat ik er gewoon wel zelf zou willen wonen. Oké, dit was wat ik jullie wilde laten zien op de bouw. Ik ga nu even in gesprek met de bouwopzichter hier. Want terwijl ik aan het filmen was, heb ik opnieuw moeten filmen. Omdat ik iets zag. I spied something with my little eye. Dus daar ga ik het even over hebben. En dan naar het volgende op de lijst. Maar ik weet even niet meer wat dat was. Dus tot zo. Kijk, wat er dus net gebeurd is. Ik had gezegd dat deze tot 1,60 hoog moest. Maar met het uitzicht denk ik toch liever 1,50. Dus dat heb ik nu veranderd. En de kasten hebben normaal een diepte van 60. Maar ik vond, je hebt deze doorgang. En als je zoals nu van die bakstenen hebt, dan lijkt het altijd smaller. Er is 90 centimeter, maar ik vond het toch, het is zo'n grote ruimte. Je wil niet creëren dat het klein voelt. Dus ik heb 10 centimeter afgehaald. Want we gaan hier toch lades maken voor voorraad en om vieze wasgoed in te leggen. Dus je hebt niet per se diepte van 60 nodig. Dus ik heb er net voor gekozen om dat toch te veranderen. En dit is wel grappig. Soms heb ik dus een hele drukke dag, maar dan ben je helemaal op de bouw. En dan maken ze er ook gebruik van. Want dan zeggen ze ook, oh, zal ik even dit doen? Zal ik even dat kijken? Dus we gaan nu de plekken van de handvatten waarbij je douche aan en uit zet. En waar de handdouche komt te hangen. Dat soort kleine onzin dingen daar gaan we even doen. Klinkt als onzin, maar uiteindelijk is het toch fijn als dat op de goede plek zit. Hier kan je straks je shampoo neerzetten. Oké, we gaan even lekker met de spuitbus aan. Dan door naar Haco Meubels. Let's go! Oké, voordat ik me nuttig ga maken, zal ik even een rondje lopen door de winkel. Want het is hier altijd weer een feestje. Het is altijd weer anders. Ze hebben een heel mooi kantoor erbij gebouwd. Ik vind die gaaf. Ja, gewoon maar even rustig rondkijken. Jullie weten inmiddels wel, hè? We hebben 3 Haco winkels.
hier in de provincie Alicante. Dit is die in Rogales. En dat is degene waar onze projecten het dichtstbij zitten en waar wij ook het dichtstbij wonen. Dus hier ben ik eigenlijk wel het meest. Maar laatst in de vlog had ik die in Altea ook al een keertje gefilmd. En we hebben er ook nog eentje in Campo Amor. Daar heb ik volgende week een afspraak staan. Dus dan kunnen jullie daar ook eindelijk zien. Deze hangt trouwens in een van de appartementen van Edificio Valentina. En Thierry houdt van graffiti walls. Nou, het ziet er weer super gezellig uit hier. Zoveel leuke dingetjes. En het is ook echt zo'n grote winkel. Ze hebben hier echt alles. Van banken tot bedden. Eettafels, stoelen, barkrukken. Mega veel deco. Van die gave oude Indische kasten. Het hoekje is trouwens daar. Kan ik wel even heen lopen. Je ziet ze al verspreid door de winkel natuurlijk ook staan. Maar kijk, hier ook echt zo'n hoek met al die oude kasten. Superleuk. En dan dit hoekje. Ja, hier, dit vind ik spuuglelijk. Daar hou ik echt niet van. Maar er zijn natuurlijk een heleboel mensen die dat wel helemaal gaaf vinden. Zo eentje heb ik er besteld voor thuis. Maar dan nog een slag kleiner. Want ik ben ook eindelijk met ons eigen huis bezig. Dit vloerkleed hebben jullie al eens voorbij zien komen in een van de villa's. Die blijf ik ook echt geweldig vinden. Die hebben we thuis hangen. Even denken. Ja. Deze stoelen gaan we in het appartement in Alicante doen. Nou, niet in deze kleur. Waarschijnlijk in die kleur die daar staat. Dat is een beetje vervelend. Al blijf ik dit ook wel leuk vinden. Maar ik moet even kijken of het behangetje binnen is, wat in die boog komt, zeg maar. Welke stoeltjes ik dan het leukste bij vind. Oké, ik wil graag eens dat jullie stemmen. Wat vinden jullie nou van dit bed? Hate it or love it? Let me know. Nou, dan hebben we hier een hele moderne hoek met allemaal hele hippe meubels. Dit beeld vind ik altijd blijft gaaf. Hier zie je die gele hond daar achterin. Ik doe hem niet een te lange tour hoor, want daarom loop ik er wat sneller doorheen. Die is ook gaaf. Hallo. En dan de slaapkamergedeelte. En dat is waarom ik hier ben, want naast dat ik even voor een klant een bestelling moet doornemen, moet ik eventjes hier dit bed iets van opmeten. Want dit wordt het bed wat we, dat hebben we besteld voor ons appartement in Alicante. Oh, so excited. Ik ben zo blij dat dat appartement af is. En ik geloof dat ik er misschien dit dekbed overtrek op ga leggen van Essenza Home. Gezellig. Oké. Nou. Genoeg gekletst. Eventjes nog dat regelen voor de klant. Voor de bestelling. Dat even opmeten. En dan gaan we weer gauw verder. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om het eventjes te zien. En als je een huis in Spanje hebt, kom dan zeker even winkelen. En als je gewoon bijvoorbeeld de giveaway wint. Dus als je hier naartoe komt en lekker gaat slapen bij La Vuelta. Dan kan je natuurlijk ook altijd gewoon even een rondje lopen. Of in Nederland langs een van de Nederlandse hakelwinkels. Dat is natuurlijk ook een optie. Oké, update. De boog zit erop. Maar ik vind hem niet dezelfde vorm hebben daar als daar. Dus daar gaan ze nog even naar kijken. En de airco hangt. Is hoe dik. En ik ga nog niet vertellen wat we daarmee gaan doen, maar dat wordt straks nog specialer dan het nu al is. Ze hebben hier de stenen mooi schoongemaakt. En we denken nu, ze hebben nu hier het weer dichtgemaakt, want de stenen erachter waren toch niet zo mooi. We zitten nu te twijfelen of we neppe stenen nu zullen maken of dat we iets anders gaan doen. Ik weet het niet.
Daar hangen al de tubejes voor de twee douches. Dat gaat perfect. De roomie die is alles aan het opmeten zodat hij de meubels kan gaan maken. De keuken en de kasten en zo. En hier zit een van de leukste straatjes van de stad. De Paddenstoelenstraat. Ik heb zoveel zin om hier te wonen. Kijk nou, hoe gezellig. Zo gezellig. En dan moet je je bedenken dat het nog corona tijd is. Gaat goed, Romy? Jazeker, de hypotheker. Top. Nou, nadat we dus in ons eigen appartement zijn geweest voor de update, ben ik helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Want Hein en Sam kwamen bij ons eten van La Vuelta. En over La Vuelta gesproken, kunnen we het meteen even over de winactie hebben. Want ik heb gemerkt dat mensen die mij nog niet zo lang volgen, of eigenlijk zijn gaan volgen vanwege de winactie, door de naam van de vlog waarin ik het bekend heb gemaakt, denken dat de giveaway in Madrid is, maar dat is niet het geval, want wij wonen natuurlijk in de omgeving Alicante. En dat is ook waar onze vrienden Hein en Sam de bed and breakfast hebben. En dat is dus waar je de overnachtingen kan winnen. Als je nog mee wil doen, dan kan het. Want als deze video online komt, dan is het zondag. En dinsdag 9 maart maak ik de winnaar bekend op mijn verjaardag. Dus doe nog snel eventjes mee als je dat nog niet gedaan hebt. Je moet naar mijn Instagram om mee te kunnen doen. Maar ik zal hieronder in de beschrijving ook nog even zeggen wat je precies moet doen. Ja, veel succes. Wij zijn inmiddels aangekomen in Madrid. Want ik ben dus bijna jarig. En dus gaan we mijn birthday weekend vieren. Het hotel is prachtig. Maar als je daar meer van wil zien, dan moet je volgende week naar de vlog kijken. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.
unconditional.